kijkt naar alweer een nieuwe aflevering van Toko Talks. Met vandaag weer een hele leuke nieuwe gast, namelijk Fabienne Chapeau, oprichter van het merk, kledingmerk Fabienne Chapeau. Fabienne, superleuk dat je er bent, dat je de tijd hebt vrijgemaakt. Graag gedaan. Toen je binnenkwam, kreeg je een beetje een nostalgisch gevoel. Het is voor jou natuurlijk ongeveer 20 jaar geleden alweer. Ja, even nadenken. Ik ben net 40 geworden. En op mijn 18e ben ik hier lid geworden. Iets korter dan 20. Ja, ongeveer 6 jaar. En toen nog een keer terug geweest, had het net even over op iets van een reunisten lustrum iets. Maar als je dan zo binnenkomt, ja, het moet wel weer echt even op me in laten werken. Ja, is er veel veranderd ten opzichte van toen? Nee, ik denk het niet. En dat had ik ook wel verwacht. Dat het gewoon, dat heeft, volgens mij is dat ook wel een beetje de lol daarvan. Dat het gewoon altijd hetzelfde blijft. En dat het ook niet veel opschmuk nodig heeft of zo. Het gaat toch een beetje om die ambiance dan. Ja, en het gaat uiteindelijk gewoon om de mensen natuurlijk die er zijn. Dus, maar het is wel echt heel leuk om te zien. En ik ga ook zeker dit straks allemaal aan mijn jaargenootjes even laten zien. Wat leuk. Die zullen het ook leuk vinden. Nou, even terug naar jouw studententijd. Je bent opgegroeid in Wassenaar. Ja. En hebt besloten om naar Amsterdam te gaan. Van waar die stap om naar Amsterdam te gaan? Om naar Amsterdam als stad te gaan, bedoel je? Ja, naar Amsterdam. Ja, dat was voor mij eigenlijk een no-brainer toen. Daar gebeurde het gewoon. Ik dacht, ik wil naar de. Voor mijn gevoel dan, hè? Ik bedoel niet dat het ergens anders niet gebeurt. Maar ik. En ik vond ook, omdat ik toen zeker wel nadacht over het koor, dat ik dacht, het is. In Amsterdam gaat het niet alleen maar om het lid zijn, maar er is nog zoveel meer wat inspireert. En dat vond ik heel fijn. Echt het levendige, ja. Ja. Je zei het natuurlijk net al dat je wel een beetje al bezig was met lid zijn. Dus was het voor jou een logische keuze om lid te worden? Ja, het was wel logisch. En dat was omdat mijn broer die was hier al lid. En eigenlijk, ja, mijn vriendinnetjes waar ik mee omging, iedereen werd lid. Dus dat was eigenlijk ja, een soort van logische stap. En ik denk dat ik ook dacht, ja, ik ben 18 jaar, die stad is heel groot. Waar begin je? Het is toch wel heel leuk als je dan al met meisjes, vriendinnen, die dat dan heel snel worden, ja. Een groepje heb waarmee je de wijde wereld ingaat voor je gevoel. Dus dat, ja. En waarom heb jij voor het dispuut gekozen waar je nu bij zit? Ik vond die. Ik had er gewoon een heel erg gevoel van een bepaalde energie. Ik denk dat ik alle meisjes, moet ik dat nog noemen, hè? We waren toen wel jonge vrouwen. Heel erg uitgesproken, ergens een beetje een grote mond, maar ook wel lief. Er zat wel echt wel power in toen. En ik hoop dat dat nu nog steeds zo is. Dus een leuke mix ook. Ja, een leuke mix. En wel een soort pittigheid wat mij aansprak. Dat zie je natuurlijk nu ook terug in het merk wat je bent begonnen. Daar zit misschien ook dat pit en dat power van. Zeker. Waar je ja. Toen al voor stond. Dus dat is heel leuk. Heb je nog een leuk verhaal van jouw tijd op de toko? Een leuk verhaal. Even nadenken. Jezus, echt zoveel te vertellen. Was het in je eerste jaar? Of in de groentijd? Laten we daarmee beginnen. De groentijd was verschrikkelijk. Het was echt de hel. Nee, dat meen ik serieus. Dat zou ik ook echt nooit meer opnieuw willen doen. Nee? Ja, het is gewoon echt lang en intens. En gewoon, ja, wij dronken natuurlijk ook nog heel veel. Dus ja, het was gewoon. Want hoe lang duurde het bij jullie nu? 6 weken. Ja. 6 weken als je in de KMT zat, zeg maar. En na KMT was dan denk ik een paar dagen korter of zo. Of een week korter. Dus dat was echt heel erg intens. Ja, en het eerste jaar, als ik daar aan terugdenk, denk ik echt een beetje een roes. Want alles is zo nieuw waar je komt. En de studie doe je een beetje half erbij. Je moet heel veel hier zijn en heel druk. En eigenlijk vond ik het later denk ik nog leuker worden. Want dan wordt de band met je jaar wordt dan steeds sterker. Nou, dan ga je natuurlijk met elkaar op vakantie en skiën en in de zomer. En dan krijg je steeds ook meer je plekje in dispuut. En dan heb je nog weer een baantje daar, een baantje hier. En dan voelt het denk ik nog meer als thuis. Dus dat vond ik heel leuk. Maar ik denk als ik terugkijk, waar ik de mooiste herinnering aan heb, is het echt. Niet eens zozeer hier, maar denk echt met mijn jaar, al die vakanties. En eigenlijk gewoon, ik heb daar echt mijn allerbeste vriendinnen aan overgehouden. Dus ja, alles wat je daar met elkaar meemaakt, dat bouwt gewoon op naar een levenslang vriendschap. Dus was die klikker dan ook echt al gelijk in de groentijd? Of is dat pas echt later een beetje ontwikkeld? Of had je gelijk al door, dit zijn wel echt mijn meiden? Nou, dat komt toch wel laat. Als ik voor mezelf spreek, denk ik dat je. Kijk, die groentijd is gewoon zo'n roes, zeg maar. En natuurlijk maak je ook grapjes en zo tussendoor, maar je slaapt zo weinig dat je bent gewoon helemaal. Ik was gewoon helemaal kapot. Dus ik heb niet het idee dat ik daar echt
dacht van oké, nu heb ik mijn beste vriendinnetje of zo gevonden. Maar eigenlijk meer vanaf gewoon daarna, overleven. Als je, ja, als echt overleven. Als je dan daarna op een gegeven moment heb je gewoon de tijd om leuke dingen samen te gaan doen en mooie gesprekken te hebben en dingen mee te maken. En toen zijn die vriendschappen echt gegroeid. Ja. Heb je dan toch nog een leuk verhaal uit de groentijd misschien? Wat jullie dan moesten doen? Moesten jullie iets heel geks doen? Heb je dat ja, iets... oh, we hebben dat, er zijn zoveel dingen die we hebben meegemaakt die denk ik nu allemaal niet meer mogen. Maar wij hebben, ik weet niet eens meer met, of het nou met Vesta of met Atmos, met welk dispuut het was. Maar wij hebben op een gegeven moment gezeten bij Hotel Le Rob. Heb je daar die brug. Ja. Bruggetje, dus daar gingen we even varen. Volgens mij werden we vanaf een borrel meegenomen. Ik dacht dat het misschien wel Atmos was. En toen moesten wij dus met een bootje, met een ander jongensdispuut. En toen moesten wij eruit klimmen en onder die brug moesten we op dat randje gaan zitten. Dus elke keer als wij nu met de boot gaan varen, leuke dag, dan gaan we daarheen. En ik, oh my god, hier zaten we. Toen was middernacht super koud en toen zaten we met z'n allen op dat randje. En toen voeren zij weg, voor het, dus het groenbestuur die voer weg. Dus toen zat je daar, maar je kon nergens heen. Nou, dus we waren gewoon echt heel lang weg. En het was ook net zo'n randje waar je zo net niet lekker op zit, weet je wel. Dus je kon niet zo zitten, maar je zat een beetje zo half. En dan zaten jullie gewoon uren dan? Ja, echt heel lang. En op een gegeven moment kwamen ze dan even terug en zeiden ze, hey, wie springt erin? En dan als ze de eerste erin springt, dan mocht de rest eraf. En nou ja, gewoon, dat was echt zo'n herinnering dat je denkt, oh ja, dat kun je toch nu niet meer voorstellen. En sprong je als eerste? Nee joh, ik sprong echt niet als eerste. Moest een jongen dat doen. Maar ik weet niet eens meer wie er als eerste gesprongen is, maar... Ja, wel leuk, en heel veel, ik vond dat drinken was ook wel echt heftig. Ja, dat mag natuurlijk nu niet meer. Nee, dat was wel ook wel echt heel heftig, ja. Ja. Want je zei het al, je ging reizen, want daar was ook een beetje het idee van Fabienne Chapeau ontstaan, neem ik aan. Toen ging je naar Bali. Ja, onder andere, ik ben met Marieke, met een jaargenootje, ben ik nog naar Mexico en Guatemala geweest en ik ben met mijn vriendje toen naar Thailand geweest en naar Bali en nou ja, gewoon echt een heerlijke reis gemaakt na je studie. Ja, leuk. Dus dat was echt heel erg leuk. En, nou, en toen op Bali, toen werd ik eigenlijk echt geïnspireerd, want dan ga je natuurlijk nadenken over wat ga ik doen en iedereen zoekt een baan en als ik straks terug ben, dan moet ik een baan gaan zoeken. En, dus daar werd ik geïnspireerd en toen dacht ik, oh, ik wil eigenlijk iets maken en iets creëren. En, ja, en dan in de markt zetten. Maar ik had nog niet helemaal uitgevogeld wat het dan was. Dat is een beetje zo de eerste gedachte hersenspinsels. En toen ik terugkwam, toen ben ik toch gewoon een baan gaan zoeken. Omdat ik dacht, ja, dat moet ik gewoon doen, ik moet geld verdienen. Dat was ook een hele leuke job bij een reclamebureau. En toen ik daar eenmaal zat, toen begon het idee nog meer en werd alleen maar sterker. Dat ik dacht, ik wil mijn misschien eigen ding starten. Misschien juist dat je toen ook wist wat je niet wou, dat je dacht van ik doe iets anders. Ja. Maar je begon dus met accessoires? Ja, ik begon met tassen en accessoires. Dus ik had kleding willen doen, maar ik vond dat echt te hoog gegrepen. Want ik wist niet hoe ik moest beginnen met patronen en collecties, collectieopbouw, et cetera. Dus ik heb me altijd wel echt aangetrokken gevoeld door dingen die houdbaar zijn. Dus ik vond gewoon leren tassen, dacht ik, oké, maar dat kan ik wel. En ja, toen ben ik eigenlijk begonnen met mijn eerste collectie en dat laten maken op Bali. En dat is ook, hoe begin je zoiets? Zeg maar, je hebt dan misschien een idee, oké, leren tassen, daar ga ik iets leuks mee doen. En dan moet je het soort van uit gaan voeren. Ja, maar ja, dat dan koop je kan ik dus wel. Of dat vind ik dus niet zo moeilijk, want dan ga je dus gewoon. Dan ga je naar Bali toe, ja, zelf. Dan boek je een ticket en dan ga je daarheen. En dan ga je daar fabriekjes af en zoeken. En dan ga je, ja, je gaat gewoon beginnen. Toch wel iets stoers dan in jou. Want ik denk dat menig mens misschien wel het idee heeft van, nou, dat lijkt me een leuk idee. En dan vervolgens laat ze maar liggen en denk je, ja, te veel gedoe, ik heb geen idee hoe ik moet aanpakken. Ja, en daar heb ik dus geen last van. Ja, dat is wel fijn. Ja, voor mij voelt het zeg maar als normaal of zo. Ja, ik weet niet, ik vind het gewoon leuk, iets nieuws. Ik word er niet zo snel bang van of ik vind het vooral heel leuk. Ik vind eigenlijk alles wat ik nog niet weet of wat avontuurlijk is of wat spannend is, dat vind ik leuk. Als het al te gezapig is en als het al helemaal voor me ligt, dan... Is het saai misschien? Vind ik het, ja. Net als de baan op het reclamebureau. Misschien, ja. Want eerst durfde je kleding eigenlijk niet aan. Wat was dan de stap om dan toch wel kleding te gaan produceren? Was dat omdat de accessoires goed liepen en dat je dacht van oké, dan ga ik dit ook proberen? Ja, onder andere inderdaad. Ja, het dat was je best dat wel je snel denkt... succesvol. Ja, de tassen of de kleding. Ja, de tassen. Ja, klopt. Ja, nee, dat klopt. Dus dat ging goed. Toen hadden we schoenen toegevoegd met een vriendinnetje van mij, Ellen, die dat helemaal heeft opgezet. En nou, dat ging eigenlijk ook heel goed.
En dat was natuurlijk altijd een droom nog, dat ik dat wilde doen. En dan kan je ook, weet je, accessoires sowieso ook echt fantastisch, maar het is wel echt een andere business. Met kleding heb je natuurlijk meerdere collecties en je kan een vrouw helemaal aankleden. En ja, het is een veelomvatterende business dan alleen de accessoires en de schoenen. En dat trok me aan, dus dat vond ik leuk om te doen. En het was altijd al een droom. Dus toen ik dacht van oké, ik wil professionaliseren, ik zie daar een kans. Toen hebben we een investeerder gezocht, want ik had daarvoor met eigen geld was ik steeds doorgegroeid, met alles wat ik verdiende, weer geïnvesteerd. En dit was wel het moment om te zeggen, nou weet je, volgens mij kunnen we harder groeien. En ligt daar echt potentie? En dan gaan we ook kleding doen, want dan kunnen we het echt goed uitbreiden. Dus toen hebben we mensen aangenomen, nou alle kanten, en het designteam vergroot, het productieteam vergroot, het marketingteam vergroot. Eigenlijk op alle vlakken zijn we echt een flinke stap gaan maken. Ja. Had je verwacht dat Fabienne Chapeau zo succesvol zou worden? Nee. Nee, ik leefde best wel met de dag, zeker toen ik begon. Ik was natuurlijk 25 toen ik ermee begon. Dus ik wilde gewoon vooral iets doen wat ik heel leuk vond. En waar ik mijn eigen geld mee kon verdienen. En wat ik kon creëren. En vervolgens verkopen, want ik vind het commerciële stuk heel leuk. Maar ik vind het creatieve stuk ook echt heel leuk. Dus dat was... Het was in het begin echt best wel korte termijn, maar ik vond het geweldig. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik ook steeds meer wilde en de uitdaging heel leuk vond. En dat ik eigenlijk heel ambitieus ben. Is er dan nog een soort volgende stap, volgend plan van jou? Wil je nog iets hiernaast gaan doen? Nee, niet hiernaast, want ik moet me juist goed focussen. Want we zijn er nog lang niet. Weet je, we zijn nu 4, 5 jaar, 2017 was onze eerste collectie van kleding. Nu is het 2021. Ja, dus, maar we zijn eigenlijk voor mijn gevoel nog steeds net begonnen. Je hebt echt wel veel jaren nodig om je ook internationaal echt heel goed in alle landen neer te zetten. Want we verkopen nu wel in verschillende landen, in 10 landen. Maar ook dat kan beter en we moeten dat merk nog beter bouwen. En er is nog zoveel te doen. Ja. Misschien ook je eigen winkels in die verschillende landen. Ja, want we hebben natuurlijk nu in Nederland hebben we onze winkels, maar wellicht ook nog dat uitbreiden. En dat is ook heel moeilijk, snap je? Er zijn nog zoveel dingen waar je echt je hersens voor moet kraken met het hele team. Van hoe gaan we dat aanpakken? Welke strategie rollen we uit? En dat is zo leuk dat ik echt nog... ik ben voorlopig nog niet klaar. En merken jullie nu toch dat het lastiger is met corona? Merken jullie dat het heel erg het merk... toch heeft beïnvloed of dat het een lastiger jaar was? Het is natuurlijk sowieso een lastiger jaar geweest, maar hoe slaan jullie daardoor heen? Ja, nee, natuurlijk merken we het. Zoals iedereen die iets verkoopt, behalve als je een bouwmarkt bent of de Albert Heijn of bol.com, denk ik. Maar dus sowieso zijn, want wij hebben natuurlijk eigen winkels en we leveren aan winkels. Dus zowel begin van het jaar in maart zijn we natuurlijk dicht geweest en alle andere winkels en de tweede lockdown... is dus vanaf half december zijn ook alle winkels waar we aan leveren... en niet alleen in Nederland, maar in heel Europa, die zijn allemaal dicht. Ja. Dus daar kun je niet aan naleveren. Dan komt in januari de nieuwe zomercollectie, maar de winkels zijn dicht. Ja. Dus dan kun je die uitleveren. En onze eigen winkels zijn dicht. Dus dit merk je gewoon gigantisch in omzet. Vangt het online shoppen het wel een beetje op? Of wat zeg je? Vangt het online shoppen dat nog een beetje op? Ja, onze online gaat supergoed. Echt, dat is te gek. Maar het is bij lange na kan dat niet goed maken wat we missen in eigen retail en in wholesale. Nee, dat is te groot. Ja. Maar goed, we komen er wel doorheen. Maar je voelt het wel. Het is gewoon wel een tik. En we hebben ook afscheid moeten nemen van mensen vorig jaar. Dat was ook niet leuk. Nee, heftig. Dus je moet echt crisismanagement, was 2020. Ja. Heb je er dan ook wel veel van geleerd van zo'n jaar? Ja. Want het is natuurlijk wel, dit is misschien het diepste dal waar jullie ooit in hebben gezeten. Ja. Überhaupt waarschijnlijk elk bedrijf. Wat heb je daar dan als positief iets uitgehaald? Ik denk dat er was. Ja, dat was er zeker. Zeker. Ik denk ook echt dat ik niet eens zo heel negatief terugkijk straks op dat jaar. Ik denk dat het belangrijkste is wat wij als team hebben geleerd, dat je echt constant flexibel moet zijn. Zowel er goed over na moet denken hoe je dus je bedrijf inricht, dat je flexibel bent, maar ook mentaal. Ja. Dat je nadenkt van oké, dit is er aan de hand, dit is de situatie, probeer vooruit te kijken en ga direct met elkaar, met volle positieve energie, proberen daarop in te spelen. En na te denken van oké, wat moeten we doen? Wat moeten we nu aanpassen binnen het bedrijf? Misschien wel binnen structuur of strategie.
om in te spelen op de situatie in de markt en wat er nu gebeurt in de wereld. En dat hebben we eigenlijk heel goed gedaan. En dat heeft ons hele goede dingen gebracht. Ja. Dus dat heb ik geleerd, dat je dat moet doen in een crisis. Kijk je daar dan ook trots op terug? Want het is toch wel, jullie hebben dat gewoon als bedrijf heel goed gedaan. En jullie zijn wel een stapje vooruit gaan denken. Ben je daar dan trots op? Ja, ik denk wel dat ik toen we de jaarcijfers kregen. Toen we er echt goed voor stonden, toen dacht ik, wauw, dat hebben we gewoon wel even gedaan. In coronajaar met z'n allen gewoon gefixt. En ook moeilijk. En ik heb ook heel veel jonge mensen werken op kantoor. En die hebben heel veel thuis gewerkt. Dus het was echt niet altijd even makkelijk. Maar ja, iedereen heeft zich flexibel opgesteld. Dus dat hebben we ook wel even, helaas niet met een groot feest, maar even op afstand met elkaar via een Zoom gevierd. En gezegd, jongens, realiseer je even hoe knap dit is dat we dit gewoon gefixt hebben. En dat hebben jullie allemaal aan bijgedragen. Dus ja. En terecht, dat ja, je echt heel goed leuk. Zo bent. En toch nog een beetje advocaat van de duivel spelen misschien. Maar veel bedrijven doen natuurlijk nu aan duurzaamheid. Jullie zelf ook. 25% is van gerecycled plastic, als ik het goed heb. Heb je goed gezien. Ik deed mijn research. Ja. Maar heel veel bedrijven initiëren dat ze heel duurzaam bezig zijn, volgens mij in de kledingindustrie. Mm-hmm. Maar volgens mij zijn er ook heel veel die dat misschien niet daadwerkelijk doen. Mm-hmm. Vind je dat veel bedrijven daarin achterlopen? Merken bedoel je? Merken, ja. Nou, kijk, ik kan natuurlijk niet bij merken naar binnen kijken. Dus ik weet niet hoeveel bedrijven achterlopen. Kijk, bijvoorbeeld als ik voor ons spreek. Wij doen zoveel mogelijk wat we kunnen. Dus we hebben het kledingconvenant getekend. En dan maak je met hun een 3-jaren plan. En dan moet je bepaalde dingen behalen. En dat wil je ook. En je gaat steeds een stapje verder in de chain, zeg maar, van het maken van een product. Dus eerst zorg je dat al je fabrieken BSCI een soort van vink hebben. Dat het daar allemaal goed zit. Nou, vervolgens ga je kijken hoe worden stoffen gemaakt. Welke chemicaliën zitten erin. Dus je gaat steeds een stapje verder. Dus dat doen we samen met het kledingconvenant. Om daar de juiste stappen in te zetten. Maar wij vertellen zeker aan de buitenwereld, kijk hoe leuk deze hele jurk is van bedflessen gemaakt. Tuurlijk. Maar wij pretenderen niet, wij zijn het meest sustainable merk. Omdat dat lukt me ook niet. Ik kan dat niet in één keer doen. Dus aan de achterkant zijn wij wel heel erg bezig. We willen het ook voor onszelf doen en voor de wereld. Maar niet om dat alleen maar te kunnen vertellen. Dus ik weet niet hoeveel bedrijven er achter de schermen misschien wel heel goed bezig zijn. Zonder dat ze dat pretenderen te zijn. En ik denk inderdaad dat er ook bedrijven zijn die het wel pretenderen, maar waar ook nog heel veel niet goed is. Maar nu moet ik ook wel zeggen, ik vind het is ook best wel complex om het heel goed te doen. Ja, dat zou dus wel. Waar wij vooral heel erg naar kijken, want dan kan je bijvoorbeeld zeggen van, nou, leuk dat jullie recycled zijn, maar jullie rijden nog op benzine en niet elektrisch, ik zeg maar wat. Maar waar wij heel erg naar proberen te kijken is, wat kunnen wij doen wat de grootste impact maakt? Dus in het proces, welke kwaliteiten die we gebruiken, stoffen die we gebruiken, zijn het meest schadelijk, gebruiken het meeste water, zijn er alternatieven voor? Want dat heeft de grootste impact, bijvoorbeeld. Ja. Dus, en daar helpt dus ook het kledingconvenant, helpt je daarbij om de juiste keuze te maken. Want je kan niet alles doen. Je kan niet alles in één keer aanpakken. Want ik moet ook zorgen dat het bedrijf nog blijft bestaan. Snap ik. Nou, je zei net al, er is af en toe wat kritiek op het koor aan zich. Ben je het daarmee eens dat het kritieker is of vind je dat eigenlijk onterecht? Nou ja, ik weet ook niet precies welk kritiek je bedoelt. Ik kom natuurlijk het een en ander langs, vooral in Groningen. Nou, wat ik meer denk, kijk, weet je, het bestaat al zo lang en het is natuurlijk veranderd gedurende de jaren, maar de kern blijft hetzelfde, namelijk een groep mensen die heel erg met elkaar bezig zijn en niet heel veel met de buitenwereld. En ik denk wel die bubbel waar het ook die net bubbel over had. Waar ik het over had. En ik denk gewoon dat het sowieso goed is om eraan te denken hoe je overkomt op de rest van, nou ja, in dit geval Nederland. En want je moet toch met elkaar samenleven. En ik denk dat, ja, ik denk een stukje PR voor het koor zou niet verkeerd zijn. Om daar gewoon goed over na te denken en goed in beeld te komen en daar ook juist positieve en goede dingen te laten zien. Niet dat er heel veel slechte dingen zijn, maar ja, er zijn natuurlijk op die leeftijd, er komen dingen in het nieuws die misschien niet altijd even vrij zijn. Terwijl er ook een heel groot deel dan niet in het nieuws komt. Exact. Dus allemaal goede acties, goede doelen, oma soep, er wordt zoveel gedaan. Nou, en als je nou zorgt dat je dat heel erg laat zien, dan is het misschien ook gewoon een beetje in balans. Want het is natuurlijk, het is superleuk, alleen het is gewoon zonde eigenlijk dat
alleen het negatieve, denk ik, voor veel mensen voor het gevoel in beeld komt. De media pikt dus negatieve dingen erdoor. Ja, dus dan is het misschien aan jullie dingen. Om te kijken van oké, maar hoe kunnen we zorgen dat we ook nog heel veel mooie andere nieuwtjes naar buiten kunnen brengen. Want heeft het koor jou zelf, denk je, geholpen bij Fabien Chapeau? Of bij het succes misschien van Fabien Chapeau of het oprichten ervan? Nou, kijk, weet je, het vormt je gewoon. Dus ik heb mooie vriendinnen daaraan overgehouden. Ik denk dat je wel leert om met heel veel mensen contact te maken, makkelijk. Je kan niet als een grijze muis eigenlijk hier rondlopen, denk ik. Want ja, je moet gewoon een hele avond vol kletsen met mensen. Vooral de avonden zonder muziek. Dat bedoel ik. Wij hadden nooit muziek. Oh. Op de borrel. Nou, dat was echt sporadisch. Dus het was gewoon ja, je weet er van heel half zeven, denk ik. Hoe laat begonnen? Half zeven? Dus dat zijn hele lange avonden. Dus ik denk dat dat is natuurlijk ook het idee. Dat je dus socialized. En dat leer je wel. En ik ben blij dat ik ben van mezelf ook gelukkig sociaal. Maar ik kan me gewoon voorstellen voor mensen die dat wat lastiger vinden. Dat dat je heel erg kan helpen. Ja. En dat zijn natuurlijk wel skills die je nu goed kan toepassen. Zeker, die je denk ik wel nodig hebt als je je bedrijf opzet en dingen moet organiseren en mensen moet vragen om hulp. En je bent continu met mensen en met contacten bezig. En heb je zelf nog tips voor jonge ondernemende studenten van nu? Altijd natuurlijk. Als ik terugdenk aan hoe ik begonnen ben, dan ben ik gewoon eigenlijk heel blij dat ik best wel eigenwijs ben geweest. Want er zijn altijd mensen die jouw plan aanhoren en heel veel beren op de weg zien. Want ik ben natuurlijk ook best wel met mensen gaan koffie drinken. Omdat ik wilde weten hoe ze er tegenaan keken. Of mensen die het soort gelijks hadden opgezet. En er was ook wel een negativiteit. Van nou, zou je dat nou wat doen? En de kans is groot dat het niet lukt. Maar ik ben zo blij dat ik gewoon gedacht heb. Ja, maar mij lukt het misschien wel. En ik ga het gewoon proberen. Ja, dus niet te veel nadenken. Weet je, als je alles gaat uitpluizen, dan vind je altijd dingen die mis kunnen gaan. Gewoon, ik ben nu ook weer blij dat toen ik met kleding begon, dat is eigenlijk voor mijn gevoel eigenlijk weer een tweede bedrijf starten. Want dat is zo'n andere business. Nou, had ik eigenlijk ook niet willen weten wat allemaal op mijn pad zou komen. Want het is gewoon best wel pittig. Dus je moet het gewoon doen. Ja. Goeie tip wel, gewoon doen. Ja, het is misschien een beetje cliché, maar het is wel waar. Aan de vooravond van onze carrière. Ik denk dat sommige mensen, waaronder ik misschien, denken van er is al zoveel gedaan. Kom ik er nog wel tussen? Ja, maar dat zou je natuurlijk helemaal kunnen denken met kleding. Weet je, als je dus ook over een modefabriek of zo, dat is dan een grote beurs, loopt, dan denk je echt, jezus, wat is er veel aanbod. Maar ja, dat, zo moet je dus toch niet denken, want anderen lukt het ook. Dus waarom zou het jou niet lukken? Wat zou je nog ooit willen doen naast Fabien Chapeau? Misschien dan dat je, Fabien gaat natuurlijk altijd van jou zijn en dat blijft altijd, maar misschien nog iets ernaast, iets kleins of... Ja, nou, ik zou niet zo snel, denk ik, op kortere termijn echt een ander bedrijf ernaast opzetten, omdat ik merk dat ik in mijn hoofd, dat lukt niet samen. Ik moet me wel echt focussen op wat ik nu doe. Maar wat ik wel steeds meer voel is, misschien is het ook, ik ben net 40 geworden en misschien heeft corona ook wel aan meegewerkt dat je, bepaalde tijd hebben om na te denken over zaken. Ik voel me best wel bevoorrecht dat ik dit kan doen als vrouw zijnde en helemaal mijn hart heb kunnen volgen. En ik heb ouders gehad die achter me stonden. En ik ben eigenlijk voor mijn gevoel heel erg gesteund door mijn omgeving. En ik zou heel graag willen kijken, en ik weet nog niet precies op welke manier we dat kunnen doen, maar dat ik toch meisjes ook van jouw leeftijd die minder bevoorrecht zijn en uit achterstandsgezinnen komen, kan helpen voor zichzelf te kiezen. En daar zit ook bijvoorbeeld een stukje persoonlijk leiderschap in. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat wij dat als bedrijf zouden kunnen aanbieden. En dat kan webinars of zo geven. Ja, bijvoorbeeld. Hè? Ik moet nog even helemaal aan denken. Maar ik zou het gewoon heel goed vinden als zij ook geïnspireerd raken door naar zichzelf te luisteren. En als ze een droom hebben om erachter aan te gaan en hoe ze dat precies moeten doen. En ze iets meer guidelines te geven dan dat ze wellicht nu hebben. Want als zij niet het voorbeeld hebben thuis van een moeder die er eigen pad is gegaan, dan ga je toch vaak, dan verzand je weer in het standaard plaatje wat je misschien kent uit je eigen cultuur. En ik zou het heel mooi vinden als daar veel vrouwen uit zouden komen. Dus die staat nog op mijn wishlist om dat op te zetten. Maar dan moet ik nog even een beetje meer uitwerken. Wat een super mooie gedachte om mee af te sluiten. Fabien, ik wil je onwijs bedanken dat je er was. Ik vond het een superleuk gesprek. En, ik ook, dankjewel. Nou, mooi. En dat was hem weer, jongens. Volgende week weer een nieuwe aflevering.